Hoi, lieve YouTube-vriendjes. Zo. Gay. Hey, beste YouTube-maatjes. Hallo. En nou goed, godverdomme. Hi YouTube, welkom bij weer een nieuwe aflevering van... Phone Smash. Ja, de enige echte natuurlijk. Ja, Rick en Ries zitten weer klaar. Inderdaad. Want we gaan weer mensen bellen door middel van de woordgenerator. Ja. Het onderwerp laten we ook kiezen door de woordgenerator. Dat vinden wij gewoon handig, lekker makkelijk. Ja, krijg je de meest rare gesprekken. Dat is misschien ook wel leuk om aan de mensen thuis een onderwerpje te laten verzinnen. Hè? Ja, inderdaad. Dus mocht jij thuis nou een leuk onderwerp hebben waarvan je denkt... Nou, dat lijkt mij leuk dat jullie dat gebruiken. Laat dat dan even weten. Ja. Want dan gaan wij dat onderwerp waarschijnlijk wel gebruiken, ja. Hè? En steekwoorden kun je ook altijd achterlaten als je leuke woordjes hebt of hele moeilijke woordjes dat je denkt van, nou, spreek die eens uit. Ja. Laat ze even achter onder in de video en kom dan door. Gaan we ze gebruiken. Ja, en als je dat doet, hè, dan maak je kans op een schitterende sticker natuurlijk, hè, ja. van Phone Smash zelf. Dus ja, gewoon lekker reageren, lekker doen, dat is geweldig. Oké, wie gaan we bellen? We gaan iemand bellen uit Utrecht en uit de willekeurig woordgenerator staat klaar. Ja. En zometeen ga jij bellen en dan klik je gelijk op, klik hier voor een willekeurig woord. Krijgen we een nieuw woordje. En dat is dan jouw onderwerp. Mijn onderwerp. En daarna gaan we verder klikken en dan krijg je dus al je steekwoorden. Ja, is fijn. Moet je dus zoveel mogelijk van zien op te noemen. Goed, daar gaan we dan. We gaan bellen. Mijn eerste woord is... Bloedeloosheid. Bloedeloosheid. Dat is je onderwerp, hè? Ja. Oh. Sorry. Mooi woord om mee te beginnen. Het eerste woord is stelselwijziging. Maar deze mensen nemen, deze nemen niet op. Nieuw nummer. We zijn aan het bellen. Yes. Bloedeloosheid. Ja, het onderwerp is dus bloedeloosheid. Ja, goeiedag. Ik spreek met Michael Pel. Ik bel u eventjes over uw bloedeloosheid. Over mijn wat? Over uw bloedeloosheid. Wat? Bloedeloosheid? Ja. Want u heeft, nou, vertel. U heeft een stelselwijziging bij ons, bij ons ondergaan. En daardoor is een beetje bloedeloosheid opgetreden. Ook wel hypopatasmus. Dat kan verder geen kwaad. Maar dat wilden wij u graag wel eventjes zeggen. Gebruikt u medicijnen? Ja, maar ik weet helemaal niet waar je het over hebt, joh. U bent pas geleden bij ons langs geweest voor een bloedtest, omdat u bloedeloosheid heeft. Nee. Niet? Nee. Jawel. Zegt u nou dat ik lieg? Nou, ik weet niet waar u het over heeft. Nou, het gaat erom, wij hebben een nieuwe quoteringsregeling getroffen om de mensen daardoor persoonlijk te bellen in plaats van gewoon brieven te sturen. Ja, maar ik heb helemaal geen test ondergaan, joh. Nou, dat vind ik wel heel vreemd, hoor, meneer. Ja, hallo, zeg. Ga je mij nou beschuldigen dat ik loop te liegen? Wat ben je een oude hoer, man? Nou, u bent zelf een oude hoer, want u doet zelf ook maar... Ik heb helemaal geen test gedaan. U bent zelf een oude hoer, want u maakt mij ook uit voor leugenaar. Ik zit toch zeker niet op een wolkenbank? Nou, die wolkenbank, die telt niet. Nee, die telt niet. Daar hing niet meer op. Even kijken, jij hebt er... Dat is wel leuk voor de kijkers thuis, onze hypermoderne systeem. Alles opschrijven. Wij hebben qua woorden stelselwijziging, hippopotamus, quoteringsregeling en die 1, 2, 3. Ik heb er maar 3. Ja, je hebt er maar 3. Want die man die werd wel gelijk fel, hé. Maar je had ook wel een moeilijk onderwerp, hoor. Bloedeloosheid en... Wij gaan even alles omgooien. Ja, dan mag Richard weer en dan bellen, ga ik het proberen. En dan gaan we eens kijken wat mijn onderwerp is en wat mijn steekwoorden zijn. Ja. Tot zo! Okay, Okay, we zijn dus even gewisseld. Zet je muis even op de goede plek, Richard? Ja, die staat goed. Die staat bij de woordengenerator. Ja, en dan klik maar eventjes, want dan krijg jij je onderwerp te zien. Ik ben al aan het bellen. Hij belt. En klik ik klik maar. Nu. En mijn onderwerp is... Discussiestuk. Discussiestuk. Mooi onderwerp. Ja. Wat is je eerste woord? Travestiet. Hoi. Hoi. Hallo. Hallo. En wie spreek ik? Met wie spreek? Ja, u spreekt met Guido. Ik belde even over een discussiestuk namens de gemeente. Oké.
Het gaat erom, we hebben doorgekregen dat dit nummer zou van een travestiet moeten zijn. Oh, nou, dan zit je volgens mij verkeerd. Oh, u bent geen travestiet? Nee, ik vind het een beetje een raar gesprek, moet ik zeggen. Oké, ja, nou, het is, dit nummer heb ik hier op mijn blaadje staan. En ik ben dus ingehuurd om de mensen erover te bellen voor het discussiestuk. En wij vroegen ons van de uitdragerij, vroegen wij ons af hoe het komt dat u de keuze hebt gemaakt om travestiet te worden. Weet je maar met wie je spreekt? Ja, ik weet wel met wie ik spreek, ja. Nou, met wie spreek je dan? Met uit Utrecht. 11. Ik snap er helemaal niks van. Nee, ja, het is hier toch geen blinde schrift wat ik hier heb staan. En ja, daar bel ik u eigenlijk even voor om u daar een aantal vragen over te stellen. Moet je bij de man zijn of de vrouw zijn of bij het gezin? Of... Oh, is uw man travestiet? Ik vind dit echt een heel raar gesprek. Sorry hoor. Ja, nee, geeft niet. U hoeft zich niet voor te schamen dat u een andere keuze heeft gemaakt. Nou, volgens mij ben je helemaal verkeerd bezig. Nou, nee, ik ben niet verkeerd bezig. Maar ik ga opvangen hoor. Nou, ik zou u toch nog een paar vragen willen. Het is tenslotte natuurlijk maar een korte middag. En ik moet nog een hele hoop mensen bellen. En, ja, nou dan ga je bij de volgende. Hier kan je in ieder geval niks te horen krijgen. Tot ja, ziens. Maar ik kan toch nu vernieuwen nog wel wat dingen. Nou, Ries, ik moet je zeggen, man. Jij bent de winnaar. Want jij hebt 1, 2, 3. 3 maar, ja. 3. En je ook 3. Staan we weer gelijk. Want ik had vingerspraak had ik nog staan. Ja, ja. Maar ik wist niet hoe ik vingerspraak moest... Nee. Nou ja, dat is de dus uitdaging. We hebben allebei 3, dus... Weer gelijk spel. Dus wij zijn gewoon gelijk spel. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jij ook. Ja. Nou, goed. Vond je dit nou een leuke aflevering? Geef dan even een duimpje omhoog. Ja. En een likeje en alles erop en eraan. Yep. Volg ons gelijk op het YouTube-kanaal. Abonneren, die handel. Ja. Facebook, alles erop en eraan. Heel de tering, zo. Dan blijf je lekker op de hoogte. Juist. En voor de volgende keer als we dan weer een videootje online zetten. Dat is dan weer volgende week. Vrijdag is dat dan weer om 12 uur zetten wij weer een volgende video online. En dan zien we jullie graag terug. Want ja, voor jullie maken we deze video. Ja, uiteraard. Niet voor onszelf. Wij vinden het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar wij vinden er geen kloot aan. Maar ja, we moeten. Dus, ja. Volgende goed. Opnemen. Hè? We gaan de volgende opnemen. We gaan de volgende opnemen. Ja, kan ik naar huis. Ja. Dag. Later.